De kwestie BVL en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur lag op tafel bij de kortgedingrechter. Intussen heeft de rechter uitspraak gedaan in het voordeel van het ministerie. Hierover praten we met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, mevrouw Lilian Ferrier. Komt u mee. Minister, dank u wel dat u tijd vrij hebt willen maken voor het NII om te praten over de case MINOF of Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur / BVL. De zaak is bij de rechter beland en intussen is er een vonnis gewezen in het voordeel van het ministerie. Minister, kunnen we praten van een overwinning voor uw ministerie of voor het kind? Nou, het is voor allebei eigenlijk, hè? Voor het ministerie. Omdat wanneer je alles in het werk hebt gezet om met de Bond van Leraar in de persoon van mevrouw Mangri en ook haar ondervoorzitter, meneer Ramnath, zaken zo goed mogelijk te laten verlopen en je dan in een padstelling komt, doordat mevrouw Mangri zegt van 1 oktober... Nee, alles gaat plat, want we zijn het niet eens met dat model. Ja, dan heb je eigenlijk geen keus meer. Het kan nooit zo zijn dat een benoeming van de directeur en de ISSEN-beleid, hè, als we ook het schoolreglement erop naslaan, dat gaat tot de onderdirecteur. Daar hebben de leraren hebben de ruimte om een onderdirecteur te kiezen. Maar de benoeming van de directeur is van het ministerie, van de overheid. Er is een procedure, er is geadverteerd. De mensen konden reflecteren. Er is een ballotagecommissie. Er wordt een advies uitgebracht. De ballotage werkt aan de hand van vooraf opgestelde indicatoren. Hè, dus er zijn een aantal punten die men beoordeelt. Een commissie van het ministerie die zich daarover buigt, waar ook inspectie VOS in zit en andere deskundigen van het ministerie. En die brengen advies uit. En dat advies is uitgebracht. En dan komt het bij mij. En dan, ik heb ook de mensen gehoord. Ik heb de mensen ontvangen die geballoteerd zijn. En ik heb ze ook kundig geacht om als directeur te fungeren. Laat me direct zeggen, sowieso is het ook een overwinning voor de kinderen. Omdat dat is ook een maatregel die we dit jaar hebben doorgevoerd, dat studenten die op het nippertje zijn blijven zitten een herkansing krijgen. En die herkansing, dat ze dus dat vak over mochten doen, soms heb je een 5 te veel, dat was ook in deze week. Verder moeten de voorbereiding, de roosters, al dat soort zaken moeten dan deze week in orde gemaakt worden en dan heb je dan de ontgroening voor zover ze dat doen. En dan beginnen de lessen. Dus ook voor de kinderen is het heel erg belangrijk. Maar ook voor de andere leerkrachten om de roosters te weten. En welke klas ga je krijgen en hoe ga je dat aanpakken. Ja. Nogmaals, de overwinning van het ministerie, BVL, is voor mij persoonlijk heel erg belangrijk. Omdat de grenzen zijn. Hè? Er zijn grenzen aan hoe ver kan je gaan als bond wanneer je opkomt voor de leerkrachten. He? Maar je kan niet komen aan de positie van de minister die het beleid met betrekking tot onderwijs uitmaakt. Ja. He? We hebben een overlegstructuur gecreëerd en dat is gebeurd na de dialoog die we hebben. We hebben een nationale onderwijsdialoog gehad in april. Mevrouw Mangri was een van de sprekers op die dialoog. En daarna hebben we afgesproken, elke maand vergadert de minister met de bonden. Er zijn 9 bonden. De eerste vergadering was in mei, de tweede in juni, juli. Mevrouw Mangri was in juli niet aanwezig, omdat ze in het buitenland was. Onderwijscongres, heeft keurig netjes afgemeld, heeft mezelf een foto gestuurd. En in augustus en september hebben we niet vergaderd vanwege de vakantiemaanden. Er waren te weinig mensen beschikbaar. Maar in die bondsvergadering, die inderdaad zelfs meneer Blanco noemt het constructief, hebben alle bonden de ruimte om met issues te komen. Dus in het
Ja, wat er gezegd wordt van de minister communiceert niet, dat doet mij echt fronsen. Ik heb app-contact met mevrouw Mangri. Tot en met 30 september heb ik app-contact gehad met mevrouw Mangri. Dus de minister communiceert niet, waar slaat dat op? Ja? Ik heb vrijdag 27 september heb ik een vergadering gehad met mevrouw Mangri hier in de conferentiezaal van 2:30 tot 5:30. He, ze moest zelf de afspraak met de tandarts afzeggen. He, maar ze blijft op het punt staan. En dan wil ik dus, en het haar punt is, de onderdirecteuren op die drie scholen, Lyceum 1, Lyceum 2 en HAVO 2, die moeten benoemd worden, want die hebben jarenlang ervaring en die kennen het, ja, die weten hoe het allemaal gaat. En ik heb het dus aangegeven, wij willen ook nieuwe, jonge directeuren. 1. 2. Omdat wij bezig zijn, en dat is vanaf ik ben aangetreden, met een proces van kwaliteitsverbetering en vernieuwing. En ik heb moeilijke stappen moeten nemen. Vorig jaar bijvoorbeeld, IOL, de opschorting van nieuwe inschrijvingen. Maar nu zijn we ready met de start van pre-bachelor, waar zich meer dan 500 mensen voor hebben ingeschreven. He, nogmaals, verbetering, kwaliteitsverbetering, hogere eisen stellen. Dus in dat traject, nogmaals, in die vergadering, die maandelijkse vergadering, komen al dit soort zaken aan de orde. De mensen worden heel uitvoerig betrokken en geïnformeerd over de beleidsrichting die het ministerie uitvoert. Die vrijdag hebben we hier vergaderd. Ze bleef op het punt staan. Mevrouw Mangri haalt ook aan de brief van het directeurenberaad, van het VOS-directeurenberaad. Klopt, er was een brief, 27 september, waarbij de directeuren mij hebben gevraagd om uiterlijk 30 september eigenlijk die beslissing van het managementteam terug te draaien. Laat me dat ook heel goed uitleggen. De bedoeling van het managementteam is, wanneer je in een padstelling komt, je kan niet verder, maar je moet het oplossen. Ja. En dat was mijn compromis naar de Bond van Leraren toe, van oké, ik ga de beslissing van de benoeming van de waarnemend directeur van, ga ik niet terugdraaien, want dat is helemaal conform het protocol gebeurd, maar als jij het zo belangrijk vindt dat de onderdirecteur mee beslissen, dan mag je per school 2 onderdirecteuren aanwijzen die in dat team komen. En dan heb ik een managementteam van 3. Dat was een compromisvoorstel. En dat compromisvoorstel heb ik zondag 29 september uitgebreid besproken met het VOS-directeurberaad. En één van de scholen, het is wel een particuliere VOS-school, maar die heeft aangegeven, wij werken al heel lang met het model. En toen zijn de pro's en de contra's van het model. En het is ook gezegd, het is een voorstel. Ik heb niet gezegd van nu af aan gaan we zo werken. Het is een voorstel om uit die impasse te komen, om die staking, die werkt niet, hè, te voorkomen. Ja. Maar als je naar de nieuwsberichten luistert, heeft de BVL-voorzitter een totaal ander ding van gemaakt, wat helemaal niet op waarheid berust. Nogmaals, nu zij dat niet heeft geaccepteerd, dan ga ik terug naar het eerste. En dat is gewoon de benoeming van de directeur zoals het gepland is. Maar nogmaals, het was een tegemoetkoming. Ik heb allerlei dingen in de media gehoord en ik denk van waar slaat dit op? Zij heeft direct gegrepen naar het uiterste middel. Ze zou mij op maandag 30 september haar draagvlak presenteren. Dat hebben we niet gehad. Niet van de bond althans. We hebben lijsten gehad van de 3 scholen met handtekeningen. Om aan te geven van wij willen als leraren die directeur. Dat is fijn voor ze. Maar ik denk, als onderwijsgevende moet je flexibel zijn en je moet met anyone kunnen werken. Want jij kent je vak, maar het beleid en hoe het moet gaan op de scholen, dat is nog steeds
bij het ministerie. En als wij zeggen we willen andere criteria, we zijn dit jaar ook begonnen met een driejarige HAVO, het is weer een verandering. We zijn bezig ten aanzien van economie 1 en economie 2. En zeker economie 2, want dat is eigenlijk management en organisatie, om daar ook verschuivingen te brengen. We zijn heel intensief bezig op alle niveaus met de leerstof van de kinderen. Want die is heel ernstig verouderd. We kunnen niet doorgaan met boeken en leerstof die 40 jaar is en waar er heel veel ballast is. Dus op alle niveaus zijn we bezig te evalueren de curricula. Wat hebben kinderen, studenten van de 21ste eeuw aan competenties nodig om wereldburgers te worden, om succes te hebben in de maatschappij, in het arbeidsveld. Waar is die aansluiting? En als wij kinderen niet goed daarop voorbereiden, maar ze eigenlijk alleen maar leren hoe ze examens uit het hoofd moeten maken en dat soort dingen, dan hebben ze geen succes. Ik bedoel, je kan negens hebben voor wiskunde en scheikunde en natuurkunde. Wat hebben we maandag gehad? Een symposium over suïcide en preventie van suïcide. Maar als jij dat maatschappelijk inzicht niet hebt, als je de communicatieve skills niet hebt, als je niet innovatief kan denken en die empathie niet kan hebben voor een persoon in probleem, dan kan je wel geslaagd zijn voor S, pakket, en je aangemeld hebben bij de medische faculteit, maar ben je dan de arts die we zoeken? He, dat soort dingen. Dus wij kijken op die manier, en niet alleen wij van het ministerie, maar dat is zowel internationaal als nationaal afgesproken. He, Suriname heeft zich ook gecommitteerd, ook in CARICOM-verband, COSET-vergadering, op staatshoofdenniveau. Er moet een verandering komen. En daarmee zijn we bezig. He, dus ik kan niet hebben dat de bond mij komt opdragen, want daar gaat het eigenlijk om. Nee, je moet deze mensen, hè, want ze zijn al zoveel jaar onder directeur. Want het gaat om hun carrière mogelijkheden. Als het om je carrière gaat, wij propageren lifelong learning. Weet je hoeveel leerkrachten nog zitten op de VOS-scholen alleen met een MOA? Als je carrière wil maken, ga je MOB, je kan nu je masters, want in het kader van de transformatie van het IOL naar de academische lerarenopleiding is ook nu al klaargezet dat ze van hun MOB een masters kunnen. Dan ga je studeren. Dan sta je op dat niveau, heb je alle carrière mogelijkheden voor je. Heb je niet eens een bond voor nodig. Ja. Dus de volgende minister, concreet, de benoeming is aangelegenheid van het ministerie. Absoluut. Dat bepaalt u, zeg maar. Yes. En bij de benoeming of bij het aanstellen van een directeur kijkt u naar kwaliteit. Alle kritiek die is geuit van er is zelf gekeken naar een vriendje of vriendinnetje om die post in te vullen. Daar gaat u gewoon aan voorbij. Ja, natuurlijk, want dat is gewoon belachelijk. Ik heb de mensen ontmoet volgens mij de 16e september, een dag voor vertrek, omdat ik persoonlijk wilde weten wie zijn die mensen. En toen heb ik ze voor het eerst ontmoet. En ik had een goed gevoel daarbij. En ik heb ze ook aangegeven, van de draagvlak op de school is verdeeld. Want dat is eigenlijk wat de BVL heeft bewerkstelligd. Je hebt eigenlijk nu kampen gecreëerd van nee, je moet niet meegaan, want deze persoon is niet van ons. De drie benoemde directeuren, die waren lid van de bond. Eén is zelf shop steward. Ze hebben een brief geschreven aan de voorzitter van: maar wat about onze carrière mogelijkheden? Wij zijn nu gekozen, we zijn door die ballotage, ze hebben hoog gescoord. En waarom kom je niet voor ons op? Wordt het dan met twee maten gemeten door de BVL? He? En ze heeft ook antwoord gegeven. Ze zegt ja, ze komt op voor het grote belang en dat zijn de carrière mogelijkheden. En toen is ze weer gevraagd, maar wat about onze carrière mogelijkheden? Dus ik wil hierbij ook de leraren oproepen.
Want vandaag zijn het deze drie bondsleden die contributie betalen, die de voorzitter laat vallen als een baksteen. Maar morgen kunnen die anderen het zijn. Ja. Dus laat het ook een eye-opener zijn van wat is het beleid daar van de bond? He? Zomaar tweedracht creëren of de boel opjutten, destabiliseren, hoe ver wil je gaan? En daarom blijf ik zeggen dat de uitspraak van de rechter en zijn wijs man inderdaad een overwinning is. Niet voor het ministerie, niet voor de studenten, maar voor Suriname. Rechtspraak, gedegen afwegen van belangen, maar ook van kan dit zover? Want hoe ver wil de bond dan gaan? De bond tekent hoger beroep aan. Ik wens ze veel succes. U verwacht geen andere uitspraak? Deze rechter is een zeer deskundig man. Hij was docent op de universiteit. Hij doseerde het vak arbeidsrecht. Ik denk, als je docent bent, dat je meer dan een ander weet wat en hoe. En hoe je de zaak moet benaderen. Ik heb heel veel respect voor de rechter. Hij heeft het voortreffelijk gedaan. Ja. Terugkomend, minister, op de rechtszaak. We hebben begrepen dat er wat zaken zijn aangehaald door de tegenpartij die eigenlijk niet op waarheid berusten. Kunt u even op een paar van die zaken ingaan? Er zijn een aantal dingen aangehaald. Nou, een van de dingen is dat wat steeds gezegd wordt, de minister communiceert niet. En dat zij dus contact met mij zou hebben gehad, frequent telefonisch of app-contact in de periode 16 september tot 24 september. Ja, ik zat toen in het buitenland, ik was in Azië. Ik heb geen contact gehad. Dat zijn kleine dingen en dan zit je daar. Dan denk je van, waar komt dit vandaan? Nogmaals, dat ik niet communiceer. De bondsvoorzitter heeft alle ruimte gehad. Nogmaals, er is uitgebreid vergaderd. Ik heb nogmaals ook contact met de andere bonden. Waarom zijn die stil? Waarom zijn die rustig? Waarom is het alleen maar BVL? En dan heet het van, ja, je komt op voor je achterban en je hebt draagvlak. Maar wie is je draagvlak? Want zelfs leden uit jouw achterban laat je vallen. Dat is een van de belangrijkste dingen nogmaals. Er zijn zoveel dingen dat ik ineens ben gekomen met een ander model en mensen dit wil opleggen. Nee, het managementteam was een compromis om haar door de bond voorgedragen onder directeuren ook te accommoderen. Je verwerpt mijn voorstel. Ja, sorry, dan niet. Dan, nogmaals, daarom de groene tafel en daarom blijven we dan bij de directeur. Eigenlijk heeft de bond bakzeil gehaald, om het zo te zeggen. Want u had een tussenvoorstel. Ik had een tussenvoorstel. Dat zou werkbaar moeten zijn. Ja, om het op te lossen. Ja. En ik heb ook gezegd, voor een jaar, laten we het uitproberen. Laten we kijken hoe het loopt. De andere directeuren van het directeurberaad, die hebben ook een bijdrage geleverd. En ik heb gezegd nogmaals, het is een voorstel. Ja. Ineens praat mevrouw Mange over resoluties en dit en dat. Nee. Zij wil een resolutie. Zij wil een resolutie dat nogmaals de onderdirecteur moet doorschuiven. Ik kan dat niet. Een directeur van een VOS-school, die gaat eerst na de benoeming, je bent waarnemend, en dan gaat die benoeming door de onderraad personele aangelegenheden, dan komt het in de ministerraad en dan beslist de ministerraad van oké, deze wordt directeur. Hoe dan als de bond iemand voordraagt en het komt niet door de RVM? Wat dan? Dat soort dingen. Ik denk dat zeker bondsvoorzitter, belangrijke bond, moet kijken naar het grote plaatje en het grote belang. En naar structuren. En ja, naar procedures. Want als je die opzij wil schuiven, dan wordt het anarchie.
En anarchie moeten we niet hebben in Suriname. Nogmaals, ik ben minister, 1,5 jaar, maar vanaf dag 1 heb ik gezegd, goed bestuur, transparantie en verantwoordelijkheid, accountability, dat is nog steeds mijn richtlijn. En dat heb ik al die tijd ook gehandhaafd en ik heb het gecommuniceerd. Misschien niet openlijk in de media, want dan krijg je gezegd, gezegd. Nee, maar ik heb het wel gecommuniceerd. En toen ik alles op een rijtje had en er nog steeds werd gedreigd van platleggen en mensen echt, ja, ik wil bijna zeggen, opgestookt werden. Want als een directeur die met pensioen gaat, weigert om over te dragen, dat zijn zeer ernstige dingen. Begrijp je? Dat kan niet. Ik bedoel, als bondsvoorzitter zou je toch moeten begrijpen dat dat niet kan. Want wie is dan verantwoordelijk? Maar nogmaals, dat soort zaken, daar wordt niet op gelet. Alleen maar je zin met een kleinkind doordreven. Het moet zo, want ik leg alles plat. Nou, dan ga ik je laten zien dat Suriname wel een georganiseerde republiek is met een verantwoordelijke die rechtspraak kunnen doen. En ik hoop echt dat de bond of BVL haar les heeft geleerd hieruit. Maar nogmaals, anarchie en afdwingen, dat gaat er bij mij niet in. Als je in je rechten wil komen, nogmaals, en ik wil naar je luisteren, want in diezelfde vergadering van 27 september heeft de bondsvoorzitter aangegeven dat ze moeite had met bepaalde mutaties van bepaalde personen. Nou, die dingen zijn allemaal al teruggedraaid. Die zijn in orde. Begrijp je? Dus hoe zeg je, je kan niet communiceren? Mijn attitude, mijn levenshouding is gewoon, we moeten oplossingen vinden. En om een oplossing te vinden, nogmaals, je bedenkt andere modellen. En die leg je voor. En die maak je bespreekbaar. En als jij van de andere kant ook vindt dat zaken opgelost moeten worden, want dat heeft ze ook geuit, onderwijs is belangrijk. Maar waarom ga je dan direct naar het uiterste middel grijpen? Met de uitspraak van de rechter, minister, moet er eigenlijk de rust zijn teruggekeerd. Zo wat ik heb begrepen zijn de scholen full speed bezig met de middelbare scholen althans, met de voorbereidingen. Er moet nog heel wat gebeuren. U sprak over het verhogen van de kwaliteit binnen het onderwijs. Eén daarvan, minister, is die nieuwe onderwijswet. Wanneer mogen we dat tegemoet zien? Ik hoop voor eind van de maand dat ingediend te hebben. Het gaat om 3 wetten waarmee we nu bezig zijn. Hoger onderwijs is er nog niet bij, dat red ik niet. Ik ben bezig met de leerplichtwet van 3 tot 16 jaar. Leerplicht, geen schoolplicht. Dan moet ik dat ook direct zeggen. Ik zeg niet dat alle 3 jaren naar school moeten gaan, maar vanaf 3 jaar moeten we kinderen wel beginnen te stimuleren. Die ontwikkeling, die competenties. Zodat wanneer ze aanvang maken met het formele onderwijs, dat ze goed voorbereid zijn. En een van de grote voorbereidingen betreft de taalontwikkeling. Ja? Dus daar vraag ik extra aandacht voor. De tweede wet, het wetgevingsproduct, is het toezichthoudend orgaan op het onderwijs. En dat is de verzelfstandiging van wat we nu inspectie noemen. Begrijp je? Inspectie treedt nog niet genoeg op, zelfstandig. Ze hebben een adviserende rol, maar dat willen we helemaal veranderen. Want dat betekent dat ook de kwaliteit van de onderwijsgevende die inspecteurs zijn, echt omhoog moet. Dus er is daarvoor ook een trainingstraject. We hebben toen met de bond van inspecteurs hebben we een overeenkomst getekend, waarbij ze al wat extra uren krijgen. Nu zijn we verder in het vervolgtraject. We gaan ze verder upgraden, maar zij moeten dan ook nogmaals weer aan hun eigen carrière werken. En de bondsvoorzitter is nu al in het buitenland, volgens mij is hij heel hard bezig, want hij heeft gehoord, ja, inspecteur-generaal, die moet dan wel een PhD'er zijn. Daar heb je dus niet eens master, maar verder. Dus ook voor de inspecteurs geldt werken om het niveau te kunnen optrekken.
Dat is eigenlijk over de hele linie. Dat is de tweede wet. En dan kijken we naar de wet met betrekking tot basisonderwijs, waarbij nogmaals ook de overgang naar wat we nu VOJ noemen, hoe dat geregeld moet gaan worden. Dat is nog, dat vraagt nog veel discussie en overleg, omdat wij ook heel veel aandacht besteden aan het beroeps- en technisch onderwijs. En omdat we dat middenkader van het bedrijfsleven, hè, we moeten de mensen voorzien. Hè, ik kijk hier naar de cameramannen en ik denk van, waar is de professionele opleiding om cameraman te worden? Hè? Niet alleen on the job leren, maar ook de hele achtergrond. Hè? Hoe maak je een draaiboek? En whatever. Hè? Die is er niet. Dat soort dingen moeten komen. Zodat mensen, jonge mensen, uitdagingen krijgen om te zeggen, ik wil dit worden en ik ga deze richting om. We hebben afgelopen week hebben we op het, de Stichting van Hospitality and Tourism hebben we nu ook een mbo-opleiding gestart voor hospitality. Nou, dat zijn geweldige initiatieven, want onze toerisme is booming. He, daar kunnen mensen geld mee verdienen. Maar dan moet je ook weten, hoe ga je met je gasten om? Hoe bedien je de mensen, et cetera? En wat voor producten ga ik voorbereiden? Ik ben nu, zijn we ook bezig met een driejarige. Dus dat de koksopleiding nog een jaar erbij krijgt. Dat soort dingen. He? Want ook die werkvoorziening voor die jonge mensen, daar moeten we aandacht aan besteden. Dus niet iedereen hoeft naar VOS en naar de universiteit, maar laten we verbreden kwalitatief ook de mensen in de technische en beroepensector. Maar wel op hetzelfde niveau, ook masters. Begrijp je? Nogmaals, dat zijn de beleidsdingen waar we keihard aan werken. Er is een commissiewetgeving, maar ik weet niet of we dit halen voor afsluiting van dit termijn, dat we alles nog door de DNA krijgen. Ik moet zeggen, de DNA vaste commissie onderwijs is ready en ook de DNA-voorzitter, ze wachten op die wetten. Dus ik hoop voor eind oktober dat in elk geval die twee eerste, dat die al door kunnen gaan, maar die zijn zo goed als af. En dat we uit de discussie komen van dat basisonderwijs. We werken ook heel hard aan de curricula, de inhouden van ons onderwijs, en dan zeker voor groep 7 en 8, de vijfde en de zesde klas. We zijn dat echt helemaal aan het herzien, want onze geschiedenis, die praat niet over Suriname. Als zelf nu in ons voormalige kolonisator, onze voormalige kolonisator, men veel meer aandacht is bezig te besteden aan Suriname en wat is de rol geweest van de kolonisator. Begreep je, daar begint men een beetje bewust te worden van, waren we een wingewest of waren we zo, begrijp je? Wat staat er bij ons in de geschiedenisboeken? Nee. Begrijp je, dus we kijken naar onze geschiedenis, we kijken naar onze geweldige positie als high forestry country. Lid van Amazone, we zijn de longen van de wereld. Dat moeten onze kinderen weten. Onze kinderen moeten trots zijn op wie ze zijn als Surinamer. Dat we zo in vrede leven. Dat we alles hebben. Kom aan niks tekort. Dat moeten onze kinderen weten. Dus het is ook het bewustzijn. Maar ik ben een trotse Surinamer. Ik ben deel van Zuid-Amerika. Niet van het Caribisch gebied. We zijn geen eiland. We zijn het vasteland. We hebben water. We hebben Amazonewoud. We hebben onze inheemse die dicht bij de natuur leven, waar we van kunnen leren. We hebben traditionele medicijnen. Heb je dat op de Bahama's? Nee. Begrijp je? We zijn, nogmaals, en we moeten onze positie kennen, ook onze strategiepositie. En onze kinderen moeten weten de rijkdommen van Suriname. En dat moeten, nogmaals, ze moeten daarmee opgroeien. De waarde van wie we zijn, hoe we met elkaar leven, wat we allemaal kunnen. Hè, we hebben geweldige, nogmaals, onze sporters, onze helden, wat we allemaal kunnen uitdragen.
daar moeten in de curricula veel meer aandacht aan besteden. Onze Surinaamse munt. Hè? Kijk, in de leerboekjes, dan gaat het nog over... Volgens mij... Ja, precies, jij zegt het gaat nog over gulden. Ja, ik schaam me om het te zeggen. Begrijp je? Dus we zijn bezig. We zijn bezig ook met de evaluatie van de curricula op alle niveaus. Minister, bedankt dat u ons te woord wilde staan. Na zo'n interessante rechtspraak, zal ik zeggen. Daarmee is de rust teruggekeerd. En dat is iets dat eigenlijk de hele samenleving moet koesteren. Ik wens u succes verder met uw drukke werkzaamheden. En natuurlijk ook het allerbeste met het onderwijs. Dank je wel. Dank je wel.